Heel veel mensen in Nepal hebben geen toegang tot deftig water, drinkbaar water. Als ze toegang hebben, dan is dat water niet altijd van voldoende kwaliteit om zeker te zijn dat het geen ziektes veroorzaakt. Daarnaast hebben ook heel veel mensen geen toegang tot zaken zoals een toilet. Dat betekent voor Nepal concreet dat 17 miljoen mensen aangewezen zijn op de natuur, in het dorp waar ze wonen, om hun behoeftes te doen. Concreet zorgt dat voor een enorme vervuiling van de waterkanalen, wat zorgt dat mensen ziek worden. Het moeilijke in Nepal is dat heel veel mensen enorm afgelegen wonen. Dat betekent dat ze weinig toegang hebben tot informatie en dat ze nog heel traditioneel wonen en ook heel traditioneel denken. Het Rode Kruis, het grote voordeel van het Rode Kruis is dat we overal in Nepal aanwezig zijn, tot in de kleinste dorpjes. Soms is het nodig, zeker wanneer er een epidemie is bijvoorbeeld, om op heel korte tijd iedereen in een bepaalde zone te kunnen bereiken. Alleen het Rode Kruis kan dit doen omdat zij massaal veel vrijwilligers kan mobiliseren die echt van deur tot deur kunnen gaan en de mensen tijdig informeren over hoe ze kunnen vermijden om ziek te worden of hoe ze kunnen genezen. Het Rode Kruis werkt hier specifiek voor diarree met wat wij noemen een software- en een hardware-component. Hardware betekent installaties, bijvoorbeeld water brengen naar dorpen of bronnen beschermen zodanig dat ze niet bevuild kunnen worden met feces. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat de mensen echt hun gedrag aanpassen. Wij leiden kinderen op om zelf meer hygiënisch gedrag te tonen te spreiden, zodanig dat ze hun handen wassen na het toiletgebruik bijvoorbeeld. Wij leiden ook de kinderen op om de rest van de bevolking in hun dorp en hun gemeenschap te gaan sensibiliseren en uitleggen waarom het niet goed is om geen toilet te gebruiken, waarom het noodzakelijk is om water te koken voor je het gebruikt. We leren aan de kindjes rechtstreeks welk gedrag gewenst is en welk gedrag ongewenst is. Ten tweede, dus zodanig dat ze het zelf weten. Ten tweede sturen we hen er ook op uit, gedurende 4-5 dagen na de schooltijd, sturen we hen erop uit om in het dorp plaatsen te vinden waar mensen gewoon de natuur als toilet gebruikt hebben. En die plekken te identificeren met een geel vlagje. Wanneer je dit 4-5 dagen na elkaar doet met 10, 20, 100 kindjes, dan krijg je een effect dat het ganse dorp volstaat met gele vlagjes. Op dat moment kunnen wij met vrijwilligers binnenkomen in dat dorp, de mensen samenroepen en zeggen: mensen, kijk rondom u, dit is niet gezond. Wanneer wij juist zeggen van kijk, dat ene voorbeeld is verkeerd, dan begrijpen de mensen niet zozeer waarom het verkeerd is. Wanneer ze rondom zich kijken en ze zien alleen maar gele vlaggetjes, dan begrijpen ze echt de schaal van het probleem en de impact die het kan hebben. Het is absoluut de moeite waard om te geven voor Music for Life. De Nepalese overheid doet hun best om dit land tegen 2017 volledig open defecation free te maken. Om te zorgen dat iedereen tegen 2017 toegang heeft tot water en tot sanitaire eenheden zoals een toilet. Maar zij kunnen het niet alleen. Het Nepalese Rode Kruis is nummer 1 in Nepal om de overheid te helpen om dit doel te bereiken. Maar ook zij kunnen het niet alleen. Zij hebben onze steun nodig, zij hebben onze financiële steun nodig. Hoe meer wij geven, hoe sterker dat wij zullen kunnen helpen om dat doel te bereiken.